Hallo allemaal. Nou, ik ben weer terug van vakantie. Ik heb het echt super leuk gehad. En ik dacht, ik maak even dit korte filmpje. Want ik heb echt ontzettend veel leuke ideeën. En ik heb vooral een hele leuke giveaway actie. Daarnaast wil ik ook heel erg graag wat laten zien. En daar begin ik eerst mee, voor ik met de giveaway kom. Want ik ben bezig geweest om mijn website namelijk nog meer klantvriendelijker te maken. De komende tijd ga ik nog een paar dingen aanpassen. In verband met de feestdagen. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb nu een Let's Talk balkje. Je kan dus nu met mij chatten. Dus mocht je een vraag hebben, kan je die dus nu ook direct stellen. Of als je gewoon even hoi wil zeggen, mag van mijn part ook. Zeker als ik gewoon tijd heb, dan hebben we gewoon even gezellig een praatje. Maar het is vooral ook voor vragen dus. Dan kan je direct een vraag stellen. Als ik niet online ben, dan zie je dit dus ook niet. Maar als ik wel online ben en ik ben klaar om te praten, dan zie je dit. Balkje dus. En hij is ook op de mobiel. Maar dan is het een rondje wat is het van die praatwolkjes. En een ander dingetje wat nieuw is, is het verlanglijstje. Nou, hoe werkt dat? Stel, je hebt iets leuks gezien. Bijvoorbeeld, je wil een portret. Maar je kan hem nog niet kopen. Of je denkt, oh, dit wil ik heel graag voor mijn verjaardag. Nou, wat je doet, is je zet hem in mijn verlanglijstje. Dan ga je bekijk verlanglijstje. Of je doet hem weg. Wij gaan even naar bekijk verlanglijstje. Ik heb er al een aantal dingetjes ingezet. Stel, dit is jouw verlanglijstje. En je wilt heel graag delen met iemand. Die vraagt voor de zoveelste keer, wat wil je voor je verjaardag? Nou, nu heb je een verlanglijstje. En dan druk je op e-mail. En dan kan je het naar die persoon sturen. Je kan het ook op social media delen. Voor jezelf, voor anderen. Verder kan je gewoon zeggen, ik wil toevoegen aan de winkelwagen. Of ik wil een selectie doen. Dus dan kan je hierop klikken. Je kan ook weer dingen wegklikken. Als je zegt, dit vind ik toch niet zo leuk. Dan klik je het dus gewoon weg. Zie? Nou, dit was in ieder geval de twee nieuwe dingen wat ik echt heel graag aan jullie wilde laten zien. En natuurlijk nu de winactie, de giveaway. Even kijken. Voor de giveaway ga ik even naar de winkel. En dan naar manga portretten. Want ik ga een manga portret weggeven, maar niet zomaar eentje. Deze. De manga portret sleutelhanger. Maar dit keer niet van jou of een vriendin of een vriend of een kennis of een familielid, maar van je huisdier. Want het is immers bijna dierendag. En deze week wil ik het daarom ook vieren met een superleuke sleutelhanger van een manga portret van jouw huisdier. Nou, wat kan je doen om dit te winnen? Dat is namelijk het Facebookbericht liken. Dus ga naar mijn Facebookpagina als je dit op mijn blog ziet. Zie je dit bericht, dit filmpje op mijn Facebookpagina? Dan zou ik zeggen, like dit bericht. En wil je extra kans maken? Comment dan ook nog waarom jouw huisdier deze sleutelhanger verdient. Nou ja, eigenlijk waarom jouw huisdier dus op die sleutelhanger zou moeten komen. Uiteindelijk heb je zelf die sleutelhanger of je geeft hem aan iemand anders. Ik denk niet dat je huisdier er wat aan heeft, maar het gaat natuurlijk om het portret. Het idee voor je huisdier. Nou, vind je het leuk? Doe mee. Like dus dit bericht op Facebook. En comment het voor extra puntjes en extra meer kans. En dan gaat het eigenlijk gewoon verder via een loting. Dus mensen die en een comment en een like hebben gedaan, die zitten gewoon twee keer in de loting. En ik maak de winnaar bekend aankomende vrijdag. Dus ik hoop dat je meedoet. En heel veel plezier deze week. En zet hem op. Hele fijne dag nog. Doeg!